Elk jaar gaan we in de herfstvakantie met een groep vrienden wandelen in Saas-Fee in Zwitserland. Het dorp ligt op een hoogte van 1800 meter tegen de Veegletsjer. De seizoenswisseling is juist in dit gebied bijzonder mooi. In de zomer zijn de berghellingen uitbundig begroeid met alpenbloemen. In vele soorten en kleuren zijn ze te bewonderen. Insecten en andere dieren gebruiken de overdaad aan voedsel om krachten op te bouwen voor de komende winter. De zomer gaat ten einde en de herfst doet zijn intrede. De bloemen verwelken en de lariksen kleuren goudgeel tegen een staalblauwe lucht. Heerlijk om daar te wandelen en te genieten van de mooie natuur. Het is nu mooi weer, maar het kan ook anders. Hoe onvoorspelbaar het weer in de herfst kan zijn, bleek een paar jaar geleden. Toen maakte hevige regenval en modderlawines het wandelen vrijwel onmogelijk. Het dorp was helemaal afgesloten van de buitenwereld en alle vervoer moest per helikopter gebeuren. De herfstkleuren verbleken en de eerste nachtvorst kondigt de komst van de winter aan en zorgt voor prachtige ijssculptures. De eerste sneeuw is gevallen en bedekt alles met een maagdelijk witte deken. De herfst met al zijn stemmingen is voorbij.